Het Surinaams topvoetbal wordt op amateurbasis gespeeld. Het nationale elftal kan internationaal nog geen vuist maken. We zijn bij een oefenpartij van 24-voudig landskampioen Robin Hood en zien hoe het eraan toe gaat. Het is de bedoeling dat die metalen balken, daar kun je het misschien net zien met de camera, die metalen balken, dat die de echte toekomstige draagconstructie worden. Ziet er uit de verte wel mooi uit, hoor. Alle ribben, zeg maar. Uit de verte ziet het er mooi uit, maar van dichtbij is het... Moet je nog steeds optimistisch en hoopvol gestemd zijn. Bestuurslid Ruben Akpodimejo praat met de trainer over een verschillende krantenartikel. Ja, daar kwam die kwestie van die fysiotherapeut aan de kant. Ja. Ja, ze spreken daar schande van dat jongens als ze geblesseerd zijn, dat ze niet eens kunnen rekenen op de video, dat ze dat allemaal op eigen pasje moeten doen. Dus dat heeft er nu zo opgegaan. Overigens heeft de auteur van het stuk wel gelijk, hè? Dat heeft inderdaad in die brief gestaan. Alleen was het een beetje onhandig van ons, want wat in die brief had moeten staan, is dat als de spelers gebruik maken van hun eigen fysiotherapeut, dus een wonderdokter vaak, die niet op de payroll staat van Robin Hood, ja, dan gaan ze inderdaad wel voor de kosten die opdragen. Zeg je nou wonderdokter? Ja, heel veel spelers die hechten toch heel veel waarde, en dat moeten ze allemaal zelf weten, aan ondersteuning, geestelijke ondersteuning, medicinale ondersteuning, van een alternatieve geneesheer, zeg maar. En helaas dekt onze verzekering geen ondersteuning op alternatieve geneeskundige gebieden. Moet je niet lachen als je dat zegt? Wel, lachte ik, maar nee. Dat was niet bedoeld. Nee. Maar het is wel een komisch onderwerp. Dus glimlach kan me. Persoonlijk kan maar zoiets van die manier. Dat je doet nooit wat ik zeg. Komt u lekker, dan ga ik u wijzen. Ja, dat. De sportassistente is wel in voor een grapje. Ze willen me overal hebben, hè? En dat vind ik niks. Kom maar, bij mij, mijn schat. Nee, ik betaal niks. Je betaalt niks? Nee, ik betaal niks. Okay. Je weet wie de paaiman is, dat ben ik. Oh. Na uren wachten blijkt de tegenstander niet op te komen dagen. Het was natuurlijk de bedoeling geweest dat op dit mooie veld vanavond een oefenwedstrijd te zien zouden krijgen. Tussen ons mooie Robin Hood en een eerste klasse team. Royal 87 met deze wedstrijd hadden onze jongens misschien weer eens kunnen laten zien waarom ze Robin Hooder zijn. En hadden ze misschien weer kunnen leren hoe te winnen. Het resultaat is er niet anders op geworden. Dus ik denk dat we er zo meteen van doorgaan. Dat we het hier heel even afronden. En misschien de volgende keer weer wat mooiers. Amira Bitmi. Amira Bitmi, heb je dat ook?